Goedendag, mijn naam is Björn Giesbergen. Ik ben werkzaam bij Rabo Research. Met mij zijn collega's Hugo Erke en Inge de Vrede. En we hebben recentelijk een nieuw onderzoek gelanceerd naar de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Hugo, kun jij ons iets meer vertellen waarin deze analyse verschilt van onze eerdere onderzoeken? Ja, natuurlijk. Ik denk dat het belangrijkste verschil is dat we nu geavanceerdere methodes hebben ingezet. In die eerdere onderzoeken hebben we wel gekeken naar de effecten van de handelsoorlog, maar dat hebben we toch met relatief eenvoudige methodes gedaan. En dat kon ook omdat de maatregelen in het begin van het jaar eigenlijk vrij beperkt waren. Hè. Je had het bijvoorbeeld over staal- en aluminiumtarieven. Dat ging om $3 miljard aan beide kanten, dus zowel in China als in Amerika. Maar in de zomer hebben de Amerikanen 50 miljard aan Chinese export getarget. En in september zelfs 200 miljard, waarop natuurlijk de Chinezen ook tegenmaatregelen hebben genomen. Nou, uiteindelijk kun je met zulke enorme maatregelen natuurlijk niet meer toe met eenvoudige technieken, maar moet je veel nauwgezetter in kaart gaan brengen, middels die methodes, wat de economische impact precies is. Ja, nee, dat klinkt goed. Maar hoe hebben we dat dan precies gedaan, Inge? Kun jij daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Wij gebruiken bij Rabo Research al 10 jaar een handelsmodel waarin alle economieën met elkaar verweven zijn. En in dat handelsmodel hebben we zo goed mogelijk de handelsoorlog naproberen te bootsen. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan door tarieven in te stellen in het model. En vervolgens te kijken wat er nu precies gebeurt in die economieën. Hè, wat gebeurt er met inflatie als er tarieven komen, maar ook wat gebeurt er met handel tussen twee landen. Want je kunt je voorstellen als producten duurder worden, dat je het dan ook minder gaat kopen. En dat je minder kunt kopen van het geld dat je krijgt. Dat model houdt niet zo goed rekening met de structurele kant van de economie, of de aanbodkant. En daarom hebben we het aangevuld met een productiviteitsmodel. Want ook op de langere termijn zijn er effecten te zien. Bijvoorbeeld, de Chinese economie profiteert nu van technologieën uit Amerika. En dat zal niet meer zo zijn als er eenmaal een handelsoorlog is en er minder gehandeld wordt tussen deze twee economieën. Nee, precies. Dat is goed om mee te nemen. Maar wat zijn die verwachte effecten dan, Hugo, voor China en de Verenigde Staten? Kun jij daar iets meer over vertellen? Ja, natuurlijk. Voor de Amerikanen geldt dat die effecten nog relatief beperkt zijn. We hebben dus in het eerste scenario vooral gekeken naar de huidige pakketten. En in een tweede scenario naar wat gebeurt er nou als de boel verder escaleert en Donald Trump zelfs tarief gaat afkondigen op het resterende bedrag wat nog niet getarget is, zullen we maar zeggen. Nou, in het eerste scenario zien we dat de Amerikanen ongeveer 1% groei kwijtraken. En in het tweede scenario zien we dat ze zelfs 1,5% groei kwijtraken. Dat zijn relatief beperkte effecten. Dan heb je het ongeveer over $600 per Amerikaan. En in het tweede scenario $1,100. Nou ja, gegeven een welvaartsniveau van $55.000 per Amerikaan, zijn die kosten nog relatief makkelijk te dragen. Kijken we nu naar China, dan kunnen we wel stellen dat voor de Chinezen de druiven echt zuur zijn. Die effecten zijn namelijk een stuk groter. In het eerste scenario zien we dat China 1,5% groei kwijt zal raken tot 2030. Maar in het tweede scenario, wanneer de zaken verder escaleren, heb je het zelfs over 5% groei wat de Chinezen mislopen. En omgerekend is dat $1,500 voor iedere Chinees, dus 1,4 miljard Chinezen. $1,500. En dan moet je ook nog eens bedenken dat een Amerikaan gemiddeld gezien 3,5 keer zo rijk is als een Chinees. Dus de effecten die zijn wel heel erg asymmetrisch in die zin dat ze veel harder neerslaan bij China dan in Amerika. Ja, precies. En daar zullen ze niet blij mee zijn in China. Maar hoe komt dat dan dat die verschillen zo groot zijn tussen Amerika en China? Nou ja, er zijn eigenlijk twee hele belangrijke effecten. De eerste is dat we verwachten dat de Chinese munt sterk onder druk komt te staan. Waardoor eigenlijk de Chinezen zelf worden geconfronteerd met, dat noemen ze dan in economische termen, een ruilvoetnadeel. Hè? Dus eigenlijk buitenlandse producten worden duurder. Dat is één belangrijke verklaring. En de tweede, daar refereerde Inge al eventjes naar, is dat door minder handel China minder kan profiteren van kennisontwikkeling in Amerika. En het spreekt voor zich dat die kennisontwikkeling in Amerika veel belangrijker is voor een opkomende economie als China dan andersom. Nou, dat is goed om mee te nemen inderdaad. Inge, als we het wat dichter bij huis bekijken, wat zouden dan de effecten kunnen zijn voor de eurozone en voor Nederland bijvoorbeeld? Ook voor de eurozone zien we dat er negatieve effecten zijn. Eigenlijk elk land binnen de eurozone zal iets aan groei mislopen door de handelsoorlog. En of het nou het eerste scenario is of het heftigere tweede scenario. En voor Nederland is dat effect natuurlijk nog iets groter, omdat we een open economie zijn. We zijn heel erg afhankelijk van export, import. En als de vraag vanuit Amerika afneemt of als de vraag vanuit China afneemt, ja, dan zal dat ook merkbaar zijn in Nederland. En natuurlijk zullen exporteurs in Nederland een klein prijsvoordeel hebben.
Maar dat weegt niet op tegen de kosten van die afgenomen vraag. Nou, dat is goed om te weten. Spannende tijden dus, zou ik zeggen. Bedankt voor jullie toelichting beiden. U natuurlijk ook bedankt voor het kijken. En kijk voor meer informatie over deze studie op onze website.